Dankjewel voor het kopen van het do-it-yourself kerststukje maken. Is natuurlijk hartstikke gezellig om met de kinderen een kerststukje te maken. Maar om al die losse dingen nou te gaan kopen ergens anders, hebben wij gedacht, we maken hier een leuk pakket van. Samen met een begeleidende video. Zodat u, zelfs als u helemaal niks van kerststukjes maken afweet, dat u toch een leuk kerststukje kan maken. Deze video is om u uit te leggen hoe u de strik kan maken. En er is nog een andere video die hier op het briefje staat, die in dit zakje komt, hoe u het kerststukje in principe kan gaan maken. We gaan ook de dennenappeltjes op ijzerdraad zetten. Zo dan heeft u een beetje een idee, als u echt twee linkerhanden heeft, dat u toch een leuk kerststukje kan maken, misschien met uw kinderen of met de familie. De ideeën zijn, kunt u natuurlijk wild gaan maken. Dit is het zakje met onder andere deze artikelen. Dit kan een beetje verschillen. Het ligt eraan als wij op een gegeven moment geen voorraad meer hebben van misschien deze rode balletjes. Dan krijgt u natuurlijk iets anders in het zakje. Maar het is ongeveer allemaal in principe hetzelfde. Zo, u krijgt die rode cranberries op een stokje. Iets van rode balletjes op een stokje. Er zitten een aantal op maat gemaakte ijzerdraadjes voor u in het zakje. Een stukje lint. De kleur kan ook verschillen, maar ik probeer zoveel mogelijk in het thema te blijven van zilver, rood en goud natuurlijk voor de kerst. Een dennenappeltje met was eraan. Drie van deze kleine balletjes. Drie gewone dennenappels. Die kunnen wit gespoten zijn of gewoon natuurlijk. En deze vind ik altijd zo ontzettend leuk. Die hele kleine paddenstoeltjes. Nou, dan leg ik heel eventjes alles een beetje aan de kant. Zo, deze video gaat over hoe gaan we de dennenappeltjes op draad zetten. En hoe maak je een strikje. Zo, de ijzerdraadjes die zijn al op maat geknipt voor u. Dat is lekker makkelijk. Dan gaat dat stukje plakband natuurlijk niet van mijn hand. Dan beginnen we met de dennenappeltjes. Dan pakken we een stukje draad. En dit is de onderkant van de dennenappel. Als je dan het ijzerdraadje pakt en door de schubben heen doet. Hoeft er niet helemaal doorheen te gaan. Komt u weer aan de andere kant terecht. Dan heeft u dus het ijzerdraadje met het dennenappeltje. Het ijzerdraadje zit aan de onderkant. En dan draai je een beetje, zodat je een soort stokje krijgt. En dan heb je het ijzerdraadje aan het dennenappeltje. Als u eventueel een goede snippertang heeft, dan kunt u het nog heel even een stukje korter maken. Dan doe ik er nog eentje. Weer een dennenappeltje. Een stukje aan deze kant overlaten. Door de schubbetjes heen. Tot u aan het andere stukje van het ijzerdraad komt. En dan even draaien. En dan eventueel een stukje afknippen. En dan heeft u het dennenappeltje op ijzerdraad dat u dan zo in het steekschuim kan steken. Zullen we er nog eentje doen? Dan pak ik heel even zo'n. Die zijn heel leuk. Die zijn met dennenappeltjes met was erop. Sommige die hebben al een stokje. Zo daar zou je eventueel kunnen gebruiken om het zo in het steekschuim te steken. Maar als ze geen stokje hebben,
Dan gaan we er gewoon een ijzerdraadje aan doen. Dan gaan we gewoon weer door de schubbetjes heen. En omdat deze een stokje heeft, ga ik dat heel even volgen. Even kijken of ik dat goed kan laten zien. Dan volg ik dat ijzerdraadje op het stokje. En dan draai je er gewoon een beetje doorheen. Als je dus geen stokje hebt, dan doen we precies hetzelfde als dit het andere tenappeltje. Dus dan heeft hij toch een stukje ijzerdraad, dat u het makkelijker in het steekschuim kunt steken. En dan even weer afknippen. Nou, dan zal ik nog een dennenappeltje pakken. Probeer het zoveel mogelijk uit te leggen. En anders kunt u het natuurlijk altijd even terugspoelen. En ik hoop dat u het goed ziet. Even door de schubbetjes heen. Dit is een heel klein dennenappeltje. En dan bij elkaar brengen. En dan het dennenappeltje ronddraaien. En dan heeft u een stokje. Dat waren de dennenappeltjes. En dan sta ik in die andere video, ga ik dan precies laten zien hoe wij het kerststukje gaan maken. Of ja, natuurlijk iedereen is verschillend. Nou komt een beetje het moeilijke. Maar zolang als u het lint niet knipt, dan in principe kunt u het zo vaak mogelijk proberen als u wil. U kunt gewoon loslaten en weer overnieuw beginnen. Dit lintje is in principe eigenlijk al op maat geknipt voor u. Zo, u kunt eigenlijk dezelfde strik maken als die ik nu aan het maken ben. We nemen het uiteinde en dan maken we een klein loopje die ik vasthoud met mijn duim en mijn wijsvinger. En dan gaat u met het andere lintje een beetje naar boven, zodat u nog een loopje krijgt. En dan hangt hij beneden. En dan ga ik weer aan de achterkant. En dan heb ik in principe het hartje van de strik. En ik heb twee van die loopjes aan de zijkant. Dit is dan de rest van het lint. En die gaan we nou achter, bij mijn duim, een halve slag draaien. Zo dan gaat die diagonaal over de strik. En dan maak je weer een loopje. En nog een loopje. Dan zijn we weer erachter. En dan gaat u weer een halve slag draaien. Zo, dan gaat hij weer diagonaal die kant heen. Dan maken we weer een loopje. En nog een loopje. En dan heb ik weer nog zo'n stukje over. En dan weer een stukje draaien. En weer een loopje. En weer een loopje. Dan gaan we weer een stukje draaien. Dan maak ik nog een loopje. En nog een loopje. We hebben hier nou een heel klein stukje over. Kun je gewoon afknippen. Niet loslaten. Dan pakken we nou het stukje ijzerdraad wat in het doosje zit. Dan doet u door het hartje heen. Dat eerste loopje wat we gemaakt hebben. Het ijzerdraad. Dat doorheen. Even in het midden vasthouden met uw duim. En dan de ijzerdraadjes naar achteren buigen. Goed vasthouden. Want dit is het cruciale punt. De ijzerdraadjes aan de achterkant. En dan nou even twisten, zodat het ijzerdraadje het lint bij elkaar vasthoudt. En dan heeft u bijna een leuke strik.
Nou ga ik het naar boven buigen. De strik zo. Dat u het eigenlijk een beetje in het midden zo vasthoudt. En dan gaat u met een van de ijzerdraadjes eventjes over het midden heen. Gewoon één keer, gewoon een klein beetje. Dat het allemaal goed bij elkaar vastzit. En dan weer twisten. Zodat u een stammetje krijgt. Eventueel een stukje afknippen. En dan heeft u een leuk stukje lint om in het kerststukje te stoppen. Dan kunt u nu doorklikken naar de volgende video. En de link staat in het pakketje wat u gekregen heeft. En dan ga ik laten zien hoe ik eventueel of hoe jullie misschien een leuk kerststukje zou kunnen maken. En ik hoop echt dat u ook misschien wat leuke foto's kan laten zien. Die kunt u altijd doorsturen naar dutchflowerlady@gmail.com. Of u kunt het ook sturen of posten op Instagram. Onze Instagram pagina is dutchflowerlady. Heel erg bedankt dat u ons Do-It-Yourself kerststukje heeft gekocht. En ik wens u een fijne feestdagen. Dag!